Deze samenvatting wordt u aangeboden door Jan Lichtenberg Hypotheken en alle verzekeringen. Welkom bij Excelsior 31 TV. Excelsior 31 speelde zaterdag uit tegen Sportlust 46. Sportlust staat op plek 6, dus het belooft een spannende pot te worden. Laten we gaan kijken naar de beelden van dit duel. Yeah.
Hey, het stond heel lang 1-1 in de wedstrijd. Beschrijf eens, wat gebeurde er? Die jongens gaan drukken, dus er komt enorm veel ruimte erachter, wat natuurlijk mijn spel is. En volgens mij was het Niels die een lange bal geeft. En in de ruimte, en ik met mijn snelheid ga ik erachteraan. En ik kom net voor die verdediger, kan ik hem meenemen. Ik kap hem naar binnen. En ik dacht, nou, laat me eens een keer proberen. En ik schiet hem op die goal. En volgens mij zat hij er heel aardig in. Ja, onderkant lat, plofte die binnen. Ja, die ontlading, beschrijf eens. Ja, ontlading bij mij voornamelijk ook voor mezelf heel groot. Ik zal een tijdje geen doelpuntje meer gemaakt. Ik wil mezelf ook graag laten zien om richting de basis te kunnen. En vooral ook in de wedstrijd nu tegen Sportlust. Voor je gevoel dan op dat moment de match winnen zijn. Ja, dan kwam er heel veel los bij mij. Ja, ik moet zeggen, gewoon de hele wedstrijd. De gedrevenheid, de passie, de energie die we met elkaar hebben gebracht. Ja, dat zag je nu eindelijk, hè, wat we natuurlijk met elkaar elke keer over hebben. Maar dat was vanaf moment 1 was er nu aanwezig. En ja, daarna kom je ook weer prima op 1-1. En als je ook de kansen over de hele wedstrijd eigenlijk kijkt, hebben we eigenlijk de beste kansen ook allemaal nog gehad. Dus. Ja, wat ik zeg, we hebben een periode gehad dat het op zich wel goed stond, maar niet de punten pakken. We hebben met elkaar gezeten en dan is het denk ik alleen maar lekker dat je daarna ook nog resultaat pakt. Dan kun je daarmee verder. Nou, volgende week geen Muiden. Dus het is alleen maar mooi dat we deze wedstrijd al binnen hebben. En dan geeft het ook heel veel vertrouwen naar Grinne Muiden. Ja, hoe was de sfeer in de kleedkamer net? Nou, ik moet zeggen, de dienst had de muziekbox vergeten. Dus dat is wat minder. Dus muziek was er niet, maar we hebben een klein feestje gebouwd. Dus het wordt weer een ratje draaien deze week, denk ik. Het wordt weer een streepje van een paar jongens en die kunnen weer aan het ratje draaien misschien. Een mooie zegen dus vandaag. Volgende week spelen we weer thuis. We spelen dan tegen Grinne Muiden. Heel graag tot dan! Deze samenvatting werd aangeboden door Jan Lichtenberg, Hypotheken en alle verzekeringen.